moest dit jaar weer allemaal digitaal, dus kwam Tim Cook tijdens Apple's WWDC ontwikkelaarsconferentie een podium op vol met digitale poppetjes. Of zoals dat op zijn Apples heet, Memojis. Op dinsdag liet Apple zien wat eraan zit te komen voor de besturingssystemen voor iPhones, iPads, computers, tv's en smartwatches. Dat begint natuurlijk vooral met iOS. Het nieuwe besturingssysteem gaat niet echt groots op de schop, maar er zitten een paar interessante veranderingen in en wat veranderingen die we al heel lang kennen van andere telefoons. Nieuw zijn bijvoorbeeld de notificatiesamenvattingen. iOS kijkt daarin welke meldingen goed bij elkaar passen, bijvoorbeeld op basis van het tijdstip van de dag, en het groepeert die dan handig bij elkaar. Het wordt straks ook mogelijk via een functie genaamd Focus om profielen aan te maken waarin je kunt bepalen welke notificaties wel en welke niet op een bepaald moment doorkomen. We kenden het al van Google Lens, maar het zit nu ook in iOS. De camera-app en de foto's-app krijgen objectherkenning. Je kunt je telefoon dan op een voorwerp of bijvoorbeeld een dier richten en de camera-app herkent dat dan en dat werkt ook zo met tekst. En die kun je dan vervolgens selecteren en knippen, maar let wel op, want dat werkt voorlopig nog niet in het Nederlands. FaceTime krijgt ook een hele flinke facelift. Apple wil daarmee eigenlijk vooral een echte Zoom-concurrent maken. FaceTime is straks niet alleen meer op iOS te gebruiken, maar ook op Android en zelfs op Windows, wel via de browser. Je kunt vervolgens ook weer gesprekken inplannen met je vrienden via een agenda-uitnodiging. FaceTime krijgt dan ook wat andere functies en dat is vooral op sociaal vlak. Je kunt straks bijvoorbeeld samen met vrienden muziek luisteren of tv-shows kijken en je kunt je scherm delen. Een soort Zoom meets YouTube eigenlijk. Dit najaar komt ook watchOS 8 uit. En de wijzigingen daarin zijn eigenlijk vooral heel erg klein. Het besturingssysteem voor de Apple Watch krijgt een functie om wat meer mindfulness te creëren. Door je bijvoorbeeld wat vragen te stellen waar je heel eventjes bij stil moet staan. En het wordt straks ook mogelijk om tijdens je slaap je ademhaling te meten. En dan zitten hier en daar wat kleine grafische wijzigingen in de watchfaces en in de UI in het algemeen. Apple zet de laatste jaren veel in op privacy. En dat is ook het geval in iOS 15. Apps krijgen daar een zogeheten App Privacy Report. En dat geeft aan welke apps welke functies op welk moment aanspreken. Zo kun je bijvoorbeeld meteen zien wanneer een app voor het laatst bijvoorbeeld je locatie heeft opgevraagd. Ook interessant is dat voortaan alle spraakopdrachten, zoals via Siri, lokaal worden afgehandeld. En dat moet de assistent niet alleen veel privacyvriendelijker maken, maar ook nog eens veel sneller. iCloud krijgt daarnaast ook een ingebouwde VPN, mits je daarvoor betaalt. Dat heet iCloud Plus en dat stuurt verkeer in Safari, en wel alleen in Safari, via twee zogenaamde relays. En zodat niemand eigenlijk met je verkeer kan meeluisteren, inclusief Apple zelf niet. En ook onderdeel van dat betaalde abonnement is Hide My Email. En dat is eigenlijk een soort 10-minute mail, maar dan ingebouwd in de mail-app. iOS is ook niet het enige besturingssysteem dat Apple heeft vernieuwd, want ook iPadOS krijgt een lik verf. Zo wordt het bijvoorbeeld eindelijk mogelijk om widgets op het thuisscherm te plaatsen. Ook wordt multitasken een heel stuk makkelijker via een nieuw menu aan de bovenkant. En je kunt met een zogenaamde shelf alle openstaande vensters zien die je tijdens het multitasken gebruikt. iPad krijgt ook Quick Notes en dat zijn eigenlijk snelle notities die je kunt oproepen van onderuit het scherm. Je kunt dan meteen een notitie maken en die ook bijvoorbeeld via Safari koppelen aan een andere website. Ook komt de educatieve programmeerapp Swift Playgrounds naar de iPad, zodat je grafisch apps kunt bouwen op je tablet. En dan is er natuurlijk nog het besturingssysteem voor de Mac. Dat gaat macOS Monterey heten. En wat daar vooral uniek aan is, is de samenwerking met andere Apple-apparaten. Als je bijvoorbeeld je iPad naast een MacBook zet, dan kun je de trackpad van de MacBook gebruiken om de iPad te bedienen. Je kunt op die manier bijvoorbeeld bestanden van het ene naar het andere apparaat zetten. En daarover gesproken komt er ook een heel lang gekoesterde wens uit van veel Apple-fans. AirPlay komt eindelijk naar de Mac. En wat ook nieuw is in macOS is een verbeterde Safari. Die browser wordt niet echt heel veel anders, maar krijgt vooral een heel nieuw uiterlijk. En zo kun je straks ook bijvoorbeeld tabbladen in groepjes onderverdelen.
In macOS Monterey komen straks ook veel functies terug die we eerder al bespraken uit iOS, zoals die nieuwe FaceTime-wijzigingen of die focusprofielen voor notificaties. Alle producten die Apple aankondigde, die komen dit najaar uit. iOS 15 komt uit voor ieder apparaat dat nu iOS 14 kan draaien. Maar als Mac-gebruiker moet je wel een beetje opletten, want macOS Monterey werkt niet op de oudste Macs die nu nog op Big Sur draaien.